super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie nieuwe producten van Catrice laten zien van het voorjaar van 2019. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortiments-update. De eerste is altijd in februari met de voorjaarsproducten. En de tweede update komt dan in augustus met de najaarsproducten. En het is natuurlijk februari, dus inmiddels liggen de nieuwe voorjaarsproducten denk ik wel in de winkels. Ik ga de producten niet testen, ik ga ze alleen aan jullie laten zien. Ik ga ze reviewen op mijn blog. De link van mijn blog staat ook in de beschrijving. En zou je dus van iets snel een review willen zien, mag je dat altijd even aangeven, want dan kan ik daar rekening mee houden. En denk je van, nou, ik zou eigenlijk van een product eigenlijk ook wel een video willen zien, mag je dat ook altijd even aangeven, want dan kan ik dat altijd alsnog doen. Maar voor nu ga ik ze alleen aan jullie laten zien. Mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik jullie ga laten zien, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee met deze video. Ik begin even met een nieuwe primer en dat is de HD Active Performance Primer. Dit is een transparante primer, bevat SPF 30 en is waterproof en sweetproof en zou ook de poriën wat verminderen. En ja, hij geeft een soft focus effect en deze is heel erg geschikt voor het sporten, staat erop. Heeft de naam 010 Active Life en dit is een primer met een pipetje. En zoals je kan zien is de primer ook inderdaad echt wel transparant. Ik vind dat zelf altijd wel fijn als een primer transparant is. En het is heel erg fijn dat er SPF 30 in zit. Ik ben heel erg benieuwd naar deze primer. De ingrediëntenlijst staat ook achterop. En je moet hem altijd goed schudden voor gebruik. Dat staat nu niet voorop, maar het staat wel achterop. En hier zit 5... Oh, het staat wel voorop trouwens. Er zit 15 ml in. Dus een nieuwe primer. Dan heb ik deze under eye primer en deze is uit de Liquid Camouflage lijn. Hier hebben ze ook al hele fijne foundation van, maar ook concealer. En dit is dus een primer speciaal voor onder de ogen. En deze zou de lijntjes onder je ogen wat verminderen. Heeft deze ook nog een naam? Nee, hij is gewoon transparant. Heeft een vloeibare textuur en ja, hydrateert ook. Volgens de achterkant heeft gewoon denk ik een normale applicator. Ja, zo'n applicator zit erin. Dus ja, vooral als je gewoon heel erg last hebt van lijntjes om je ogen en die wil je wat verminderen, is dit heel erg handig. Ik denk dat het ook heel erg handig is als je bijvoorbeeld een dagje zou hebben waarbij je liever even geen foundation gebruikt. Dan kun je zo'n under eye primer ook gebruiken, zodat in ieder geval je fijne lijntjes wat verminderen. Als je dat tenminste doet, hè, want dat weet ik niet. Dat is alleen wat deze belooft. Dan heb ik de 1 Minute Face Perfector. En dit is een, eigenlijk een foundation in een potje. Dat was een aantal jaar geleden heel erg een hype. En nu is hij dus weer terug. Ik heb deze in de kleur 010 One Fits All. Dit is de lichtste kleur. Dit is echt een mousse. Hij past zich ook aan elke huidtoon. Oh, nu zie ik ook eigenlijk dat hij er ook maar in één kleur is. En hij matteert en laat je poriën en onregelmatigheden verdwijnen. En ja, zo ziet de mousse er dus uit. Hij ziet er zo vrij donker uit, maar hij zou zich dus aanpassen aan elk huidtype. Ik dacht eerst even dat hij in meerdere kleuren verkrijgbaar was, maar dat is niet zo. Hij is er gewoon in één kleurtje. En ja, ik moet altijd wel even wennen om met mousses te werken. Want het is vaak wat dikker qua structuur, maar hij belooft ook een magic finish effect. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze dan ook echt heel erg mooi aanpast aan mijn huidstype. Of aan mijn huidskleur moet ik zeggen. Dan heb ik de Glow Illusion Loose Powder. En dit is een translucent radiance. Een fixing powder eigenlijk. Dit is dus een losse poeder met licht reflecterende pigmenten erin. Deze zit ook nog gewoon dichtgezield zoals je kunt zien. Dit soort producten vind ik ook vooral heel erg handig vaak in de zomer. Als je bijvoorbeeld liever geen foundation draagt, maar wel een beetje kleur wil hebben, kun je deze poeders ook heel erg makkelijk mengen in je dagcreme, zodat je een beetje getinte dagcreme krijgt. Maar ik ben wel benieuwd of deze dus echt een beetje ook die licht reflecterende pigmenten heeft. Ik zie het niet heel vaak terug, maar hij belooft het. Dus we gaan hopen dat dit waargemaakt wordt. En dit is dus een keer met een witte dop. Normaal gebruik ik heel veel zwart. Maar deze is dus te herkennen aan de witte verpakking met de gouden letters erop.
Dan heb ik een nieuwe concealer. En dit is de One Drop Coverage Weightless Concealer. Heeft hyaluron en zou sweetproof zijn. En belooft een hoge dekking. Ik heb hem in 010 Light Beige. En dit is echt zo'n... dit zijn er meer een soort drops. Dus ik dacht in eerste instantie dat je dit ook door je foundation zou kunnen doen. Maar daar is het niet voor bedoeld. Het heeft ook een pipetverpakking. Dus het aanbrengen, daar ben ik nog een beetje huiverig voor. Want dat gaat een beetje lastig zijn. Ik heb altijd wel liever een kwastje. Maar dit zijn dus een soort drops die je ook gewoon op een kwastje kunt aanbrengen. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze een hoge dekking gaat hebben. Als ik het zo lees, zou eigenlijk één laagje al goed zijn voor een hele goede dekking. Je hebt er meer verschillende kleuren en is ook heel erg geschikt dus voor als je gaat sporten. Omdat hij dat zou overleven. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze One Drop Coverage Concealer. Dan een nieuwe highlighter. Dit is de Golden Dust Highlighter. Dit zijn ook wederom drops. Moet je goed schudden voor gebruik. Hebben de naam 010 Space Gold. Zou een romige textuur hebben en licht reflecterende pigmenten bevatten. Wederom weer zo'n pipetverpakking. Daar zijn ze bij Catrice de laatste tijd wel heel erg op voor. Je moet wel even wennen om hiermee te werken. Althans, ik heb daar wel heel erg moeite mee. Maar... als je het eenmaal weet, gaat het best wel makkelijk. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat je hier echt een hele mooie highlighter van gaat zien. Er staat Golden Dust. Dus ik verwacht eigenlijk ook een beetje een goudtextuur in deze highlighter. Ik moet hem goed schudden voor gebruik. Dus misschien kun je al een beetje gouden reflecties zien. Nee, hij blijft wel een beetje zo de kleur zo te zien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat de kleur dus daadwerkelijk gaat brengen. Omdat je het niet heel erg goed kan zien door het flesje. Omdat hij ook licht getint is. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze highlighter drops een mooie highlighter gaan achterlaten op mijn gezicht. Dan heb ik de Bouncy Bronzer in met Caribbean Vibes. Dat is deze. Dit is een bronzer met een gel stack textuur. En zou zorgen voor een zongekuste look. En deze is verkrijgbaar in twee kleuren. Ik heb hem in de kleur 020 Cuba Vibes. En dit is dus... hij gaat heel erg lekker. Zo ziet dat eruit. Ik ga het niet heel scheef houden, want mijn man op alles uitloopt. Maar dit heeft inderdaad echt zo'n gel textuur. Dus dit moet je heel goed inblenden. Ik denk dat dit ook het beste is om onder je foundation aan te brengen. Omdat je foundation anders gaat verschuiven. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar zo'n bronzer. Want ik heb dit eigenlijk nog niet eerder geprobeerd met een gel textuur. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit echt een hele mooie look gaat geven. Of dat het misschien heel erg lastig is. En de vraag is altijd, ga je hem mooi terugzien als je je foundation erover aanbrengt? Naar mijn mening werkt dit het beste. Misschien heb je zelf een andere manier van aanbrengen ook helemaal goed. Maar ik gebruik dit soort producten liefst onder mijn foundation. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik ben ook benieuwd. Ik heb volgens mij de wat donkerdere kleur gekozen. Omdat ik gewoon zelf van wat donkerdere bronzers hou. Dan heb ik een liquid lipstick. En dit is de Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick. Dat is deze. Belooft een mat effect en een hoge dekking. En bevat ook jojoba olie. Ik heb hem in de kleur 030 Exotic Rebel. En dit is een echt wel, het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik heb een wat donkere kleurtje gekozen, omdat ik hier persoonlijk gewoon heel erg van hou. En heeft een gewone applicator. En als goed is droogt deze dus mat op. Ik ben altijd heel erg dol op matte lipstift. En vooral omdat het gewoon vaak heel erg mooi ook opdroogt, maar ook dat het niet afgeeft. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Ik vind de verpakking ook er heel erg mooi uitzien. Een beetje 3D zo. En ik ben heel erg benieuwd of dat deze lipstick echt zo mooi mat gaat zijn. En ik vind de kleur ook echt super mooi om te zien. Dan heb ik de Power Plumping Gel Lipstick. En dit is een lipstick met een gel textuur en bevat ook hydraterende hyaluronzuur. Ik heb deze in twee kleuren. De verpakking ziet er al super mooi uit. Zo zwart met goud. Allereerst heb ik de kleur 090. Staat hier dan ook nog wat op? Een naam of zo? Oh ja, 090 The Future is Spam. Dit is een rode kleur. Ziet er prachtig uit. Be Brave staat erin. Oh, dat is leuk.
Kijk, er staat echt zo'n tekst in. Ik denk dat het voor jullie niet heel goed zichtbaar is, maar ik vind hem echt super tof. En op de achterkant staat gewoon Catrice. Ik heb zelf geen ervaring met gel textuur lipsticks, dus ik ben wel heel erg benieuwd of wat het verschil is met normale lipstiften. En dan heb ik ook nog in de kleur 070. En dit is de For the Brave. Ben ik ook wel benieuwd of hier dan ook wat in staat. Ook staat, hier staat ook Be Brave in. Dit is een mooi roze kleurtje. Ik hou heel erg van rood en roze. En ik ben echt super benieuwd naar deze twee mooie nieuwe lippenstiften. Vooral die gel textuur, die vind ik heel mooi. En ik vind de verpakkingen ook echt super tof hoe ze die eruit zien. Dan heb ik een Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Het is een zwarte mascara en deze belooft volumeuze wimpers en activeert de wimpergroei. En heeft een lichte textuur, zit in een mooi hulsje. Ik zal hem er even uithalen. Dan lijkt hij gewoon ook weer puur op de Glam & Doll mascara die we altijd kennen. Hij heeft een beetje gekleurde tekst, maar dat ziet voor jullie waarschijnlijk niet heel erg goed eruit. Het borsteltje, dat is weer niet mijn favoriet, daar blijf ik bij. Maar het ruikt gewoon naar mascara, dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat deze ook daadwerkelijk je wimpers laat groeien. Ik denk vaak dat je dit wel een tijdje moet gebruiken. Ik zal ook eens even kijken hoe lang het duurt voordat je de wimpergroei gaat stimuleren. Je zou vollere wimpers hebben na 6 weken. Dus ja, dat wordt heel erg spannend of dat ik hier vollere wimpers van ga krijgen. Ik vind het in ieder geval leuk bedacht. Alleen dat borsteltje. Catrice, ik word hier niet zo blij van. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dan was er nog een nieuwe mascara. En dit is de Pret A Volume False Lashes Mascara. Deep Black. Ik heb deze al in een gouden variant. Dat is een andere mascara. Maar ik ben daar heel erg blij mee. Die is zo fijn. Deze belooft eigenlijk meer een intens gouden kleur en een gebogen vezelborsteltje. Ja, ik ben benieuwd of ik hier vals lesjes van krijg. Dan ben ik wel weer heel erg benieuwd naar dat borsteltje. Kijk, hier houden wij dus van. Hier hou ik van. Dit soort borsteltjes. Vaak belooft dat heel veel goeds. Want hier ga ik denk ik wel heel veel volume mee kunnen creëren. Dit soort borsteltjes vind ik heel erg fijn. En ik was gewoon al heel erg fan van die andere Pret A Volume mascara. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of deze ook weer zo goed gaat bevallen als de vorige. Dus echt een hele toffe mascara. Gewone verpakking vind ik ook alweer leuk om te zien met dat paars. Dus ik hou hiervan. Dan heb ik een Galactic Glow Translute Effect Nail Lakker. Dit is dus een nagellakje. Staat sheer op. Ik heb hem in de 02 Enchanted bij. Dit zijn doorzichtige effectnagellakken. Dus heel erg leuk om bijvoorbeeld over een kleurtje heen te gebruiken. Hebben een glinsterende finish. Je kunt ze ook gewoon op je nagels aanbrengen natuurlijk. Als je een iets minder gewoon het leuk vindt om een subtiel kleurtje te hebben. Ze zijn er in 8 kleuren. En ik vond roze, vind ik altijd heel erg leuk. Heeft een gewoon borsteltje. Oh, kijk. Ja, ik denk dat jullie dit niet heel erg goed kunnen zien. Maar wat ik zo zie, ziet het pigment hiervan best wel goed eruit. Ik denk dat dit echt wel een heel erg leuk effect gaat geven. Ze hadden natuurlijk al een Galactic Glow lijn. Maar daar zijn nu dus deze nagellakjes voor gekomen. Dus echt super leuk. Dan heb ik ook een More Than Nude Nail Polish Fits All Skin Tones. Dat is deze. Ik heb hem in de 02 Pearly Ballerina. Dit zijn glinsterende doorzichtige nude tinten. En maakt nagels zichtbaar lichter. Dus als je eigenlijk gewoon niet een hele felle nagelkleur wil, is dit heel geschikt. Heeft ook weer zo'n dubbele dop, waar Catrice heel veel mee werkt. Super tof. En dit is dan de kleur. Inderdaad, hij is vrij licht. Maar ik denk inderdaad, als je gewoon bijvoorbeeld bij bepaalde gelegenheden niet hele felle nagellak mag dragen, bijvoorbeeld, is dit gewoon heel erg geschikt. Omdat ze gewoon echt heel erg nude zijn, je het bijna niet ziet. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre de dekking gaat zijn. Ik verwacht niet een hele hoge dekking, omdat het inderdaad een lichte transparante nude is. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd naar deze nagellak. Dan een eyeliner. Dit is een Rock Cuture View New Black Liquid Liner. Belooft 24 uur te blijven zitten. Ik heb in deze 010 Blackest Sweat.
Dit zijn vloeibare eyeliners met intense kleuren, zowel in metallic en duochroom effect. Hij is verkrijgbaar in 3 kleuren en ik draag eigenlijk het vaak zwarte eyeliner. Dus ik heb deze gekozen. Deze past heel erg bij, ook een mascara, want ze hebben ook een Rocuture mascara. Ziet er super tof uit, ook gewoon de... Ja, het handvat, zeg maar, om het mij even zo te noemen. Een beetje geribbeld. Heel benieuwd naar het kwastje ook. Oh, kijk, dit is top. Heel smal kwastje. Hier ga je echt heel precies mee kunnen werken. Ik hou hiervan. Ik ben echt super benieuwd naar deze mascara. Of eyeliner, moet ik zeggen. Zoals ik al zei, in 3 verschillende kleuren. Maar ja, ik ben altijd wel blij met zwart. Hij belooft long-lasting te zijn. Dus ja, 24 uur te blijven zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze Rocuture Female Black Liquid Liner. Dan nog een eyeliner. Dit is de It's Easy Tattoo Liner. Deze is waterproof. Heeft de naam 010 Black Lifeproof. Water- en zweetbestendig. En belooft een intense kleur. Dit is een pen. En heeft ook een heel strak puntje. Dus ik denk dat je hier ook zeker heel erg strak mee kunt werken. Ik varieer eigenlijk heel vaak met vloeibare liner en met ja, ook wel gewoon eyeliner pennen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit ook echt zo gaat zijn. Dat hij ook gewoon echt blijft zitten tegen water en regen. Als het goed is gaat deze heel moeilijk af dan. En ik vind de naam ook wel leuk. It's Easy Tattoo Liner. Dus ja, dat houdt eigenlijk wel in dat je hier heel precies mee kan werken. Dus dat is deze eyeliner. Dan een oogschaduwpalet en dit is de Edge Lilac Collection eyeshadow paletten. Deze oogschaduwpaletten die brengen ze eigenlijk elk jaar komt er wel een nieuwe variant van uit. En dit is dus de Edge Lilac dit keer. 010 Purple Up Your Life. Achterop een kleine tutorial. Deze kleuren zijn heel erg mooi op elkaar afgestemd. Hebben een poederige textuur, weet ik uit ervaring. En dit zijn dus mooie paarse tinten die mooi bij elkaar passen. Super leuk. Vaak is de dekking van deze oogschaduws ook gewoon super goed. Omdat die echt, ja, doordat ze een poederige textuur hebben, blijven ze goed op zijn plaats zitten. Ook weer een light en sculpt kleur. Super leuk. Ik zie glinsterkleuren, ik zie matte kleuren. Dus het is wel echt een heel gevarieerd palette. Ook weer heel erg leuk dat ze weer iets nieuws hebben toegevoegd aan het assortiment. Dan heb ik het Super Bia Volume Full One Warm Copper Eyeshadow Edition. Dus ook een oogschaduwpalette. Heel erg mooi. Heeft de naam 010 Bronze Upon a Dream. Dit oogschaduwpalette bevat nude tinten en bronzer tinten. Zowel glinsterende als matte kleuren. Ziet er heel erg mooi uit. Mooi vormgegeven. Ik ben heel erg benieuwd naar dit oogschaduwpalette. Ik ben heel erg benieuwd naar de textuur hiervan. Of dat het ook veel pigment geeft. Ziet er super mooi uit. Ook gewoon het doosje zelf al. Dus echt een heel erg mooi oogschaduwpaletten. En dan heb ik ook Super Bia Volume 2 Frosted Taupe Eyeshadow Edition. En dit is dus hetzelfde palet als die ik net liet zien. Alleen deze die heeft dus taupe en ijsblauwe kleuren. Heeft de naam 010 Eye Cry Fire. En we gaan eens even kijken. Heeft ook weer gevarieerd van matte kleuren tot finish kleuren. Glinsterende kleuren dus. Super mooi. Ziet er ook super leuk uit. Ik zie de ijsblauwe kleuren niet echt. Taupe zie ik wel, maar de ijsblauwe kleuren niet. Ik vind het meer paars. Maar het ziet er wel heel erg goed uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar allebei deze palettes. En ja, de vormgeving blijft super tof. Achterop staan trouwens ook nog de kleuren afgebeeld. Dus 2 super mooie palettes lijken mij dit. Dan waren dit de nieuwe producten van Catrice die ik aan jullie wilde laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar deze nieuwe producten. En ik heb ook heel erg veel zin om ze uit te gaan proberen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste product vonden die ik jullie heb laten zien. Heb je zelf misschien al producten bemachtigd uit de nieuwe collectie van Catrice? Laat het me zeker weten. En voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kun je je gratis abonneren. Als je ook eventjes op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik bij de volgende video weer te zien. Doeg!